Mark, de techjournalist van het NRC, belde mij van hey, dat rijden in een autonomous rijdende auto, is dat nou echt wat? En ga jij niet helemaal over de schreef op een gegeven moment om te zorgen dat je dat stuur nooit hoeft aan te raken? Nou, we gaan hem meenemen en hij gaat zelfs kijken wat dat eigenlijk betekent. Hoe interessant dat is en wat hij daarmee kan doen. Kijken of hij elektrisch rijden leuk vindt en autonomous rijden. Zo, klik klik. Heel goed. En nu kunnen we gewoon rustig in een baan rijden. En nu zie je dat hij prima ziet wat er voor hem rijdt. Nu gaan we zo meteen zien, want jij komt hier voor mijn hek, zeg maar. Hoe kun je nu naar Oostgeest rijden zonder dat je iets hoeft te doen? Ja. Zometeen gaat hij vragen, hou je handen aan het stuur. Mm-hmm. Wanneer vraagt hij dat? Nou kijk, hier nu, hold steering wheel. Okay. Nu zie je hier wit. Hier zie je nu dat hij gewoon gaat flikkeren. Nu doe maar niks. Dan gaat hij steeds harder flikkeren en op een gegeven moment gaat hij piepen. Piep, piep. Ja. Piep, piep. En nu moet je een beetje bewegen, een beetje zo schudden, zo. En nu kun je weer loslaten. Dus nu heb je weer eventjes 30 seconden. Okay. En dat gaat zo de hele tijd door. Elke keer moet je gewoon, al zegt hij geef het stuur, geef de witte lichten. En als je nou 3 keer zo'n piepje hebt gehad, zoals je nou net hebt gehad, three strikes you're out, dan werkt hij niet meer totdat je de auto helemaal gestopt hebt en een parkeerstand hebt gedaan. Okay. Nu vraagt hij weer, kijk, even weer aan het stuur zitten. Kun je even aan het stuur zitten, Mark? Even een beetje draaien, ja, heel goed. Dan kun je weer 30 seconden werken. Misschien begint het je al te irriteren, maar ik kan je verzekeren, als je gewoon dus 60.000 kilometer met deze auto rijdt, om dan elke 30 seconden weer zo onbedullig te gaan doen, is heel voorzichtig. Hij is veel voorzichtiger dan jij, Mark. Ja. Dus jij zegt, hij kan best. Nee, als jij dus gewoon in autopilot rijdt, rijdt hij veel rustiger, maar houdt hij grotere afstanden, accelereert hij niet zoals een debiel, en doet hij veel rustiger. Dit is dus de hek. Ja. Ja, we hebben dus een haakje met een flesje eraan. En op het moment dat ik dit, zeg maar, hier zo aanhang, nu rijdt hij gewoon door met dit flesje. Dat geeft het gewicht van een hand, zeg maar, ongeveer aan het stuur. En nu zal hij gewoon rijden tot en met Oostgeest. Ik vind het raar dat een autofabrikant toestaat dat gebruikers dit soort dingen uitproberen. En eigenlijk dus de boel hacken. En ik kan nou in principe achterin gaan zitten. Nou, dat is niet kan niet. Op het moment dat jij dus nu... Een fles water voor... Je kunt dus alles wel inderdaad een groot gewicht neerzetten. Maar op het moment dat er iets gebeurt wat niet is, dan wordt de autopilot uitgezet. En dan gaat hij... Kijk, even kijken, zo. Bom. Oh ja. Hier, hup. Cruise control reduced. Hij uit. Ja. Dit en dat. Kijk, ik doe dit natuurlijk niet in de stad. Zo'n ding gebruik je niet in de stad. Überhaupt gebruik je autopilot, gebruik je alleen maar op voorspelbare plekken rondom de snelweg. Ook al is het een prachtig systeem en kan het al heel veel, het kan ook nog veel meer niet hebben. En natuurlijk, zo'n systeem moet fouten maken, want van fouten leer je. En dat is het idee van zelflerende software. Maar laat de fabrikant het vooral zelf doen en niet mensen in het wild laten testen. Want... De autopilot rijdt over het algemeen heel erg, die rijdt eigenlijk beter dan mensen. En zeker met mensen die met hun smartphone bezig zijn. Want als je kijkt, 50% van de Nederlanders, jullie daar, die rijden regelmatig met de handen aan de smartphone. Ja. En dat was het ministerie van Justitie. 50%. Nou, ik kan je zeggen dat autopilot, het is absoluut niet perfect en er markeert nog een heleboel aan, maar het is 100 keer beter dan een mens met een smartphone. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dus dan is de vraag, moet je dan dit soort systemen niet toestaan omdat ze niet perfect rijden? Ik ben een aantal keren door de politie aangehouden. En die hebben gezegd, u zat met uw telefoon in de handen. Dat klopt ook. Mijn vraag aan de agent, maakte ik enige verkeersovertreding gemaakt? Nee, u reed keurig. En dus je moest betalen? Ik moest wel betalen, want ze zei, ja meneer, sorry. Normaal halen wij altijd mensen, elke dag halen wij mensen die zwalken over de weg. Die gaan werkelijk, die zie je op een kilometer afstand. Ja. En dat is echt verschrikkelijk gevaarlijk. U reed keurig, maar u had uw mobiele telefoon in de hand. Dat mag niet. App is een nieuwe drinken. Wat is jouw eindoordeel over het autonomous rijdende apparaat? Liever zelf de handen aan het stuur? Nee, zo ben ik helemaal niet. Op de snelweg afstand houden is een fantastische toevoeging. Het mag niet werken in de bebouwde kom en buiten de snelweg. Ik snap niet dat Tesla dat... Heeft Tesla niet goed verstaan? De RDW. Ja, maar... Dit heeft de RDW, heeft dat gewoon specifiek
Want eerst had Tesla het uitstaan en toen is het te langzamerhand is het toegestaan op andere plekken. Misschien is het daarna nog een keer aangepast door de RDW, maar het zou een optie zijn die je niet mag overrulen. En die hek met het waterflesje is echt te dom voor woorden. Of eigenlijk heel slim dus. En daar zou je elke autofabrikant moeten vragen of ze daar iets voor kunnen verzinnen. Het blijkt dus dat kilometers met autopilot minder dan de helft van het aantal ongelukken hebben dan mensen op dit ogenblik. Ik denk dat niet dat genoeg is. De autopilot moet minimaal 10 keer zo goed zijn als mensen. Want dat verwachten we ervan. Maar op dit ogenblik zijn het aantal, de 5 miljard kilometers die gereden zijn, daar zijn de helft van het aantal ongelukken mee gebeurd dan de momenten als mensen de autopilot niet aan hebben staan. Dus autopilot is nu al veiliger voor bepaalde situaties, zeker zoals dit. Ja. Daarna is al het grootste belangrijkste zijn dat jij uitstapt en dat die auto iemand anders gaat helpen. Dat die auto niet een half uurtje per dag gebruikt wordt, want wij zijn complete verspilling. Wij hebben die duurste ding. Deze worden een half uur per dag gebruikt. Er zijn 8,5 miljoen auto's in Nederland en op maandagochtend tijdens spitsuur rijden er 700.000. De rest staat stil. 7% op het hoogtepunt. Dus dit is de grootste verspilling aller tijden. Op het moment dat die auto's dus zelf kunnen rijden is één ding. Maar als je daaruit kunt stappen en dat ze naar iemand anders kunnen gaan. Kijk. En beter gebruikt worden. Dat doe ik. Hey Vincent, we rijden nou in het bebouwde kom. Hè? Zal ik proberen het te doen maar even. Ja, zet maar even aan. Ja. Okay. Doe maar. Klik, klik. Klik, klik. Naar me toe. Ja, heel goed. Mag je 80, zegt hij. En dat is niet waar. Hij heeft nu 50 kilometer. Zet hem maar aan. Nou kan ik hem aan. Zet hem maar aan. En dan nog steeds. En dit vindt Mark dus gewoon dat niet zou mogen kunnen. En ik denk van, nou, ik kijk naar deze situatie. Ik denk, dit kan ik gewoon prima gebruiken. Mm-hmm. Dit is dan voordat de goede kaarten zeg maar, gebruikt worden. Maar goed, Mark is goed bezig. Want hij staat klaar om op een gegeven moment in te grijpen op het moment dat het nodig is. Dus we zijn het ook helemaal ineens binnen de bebouwde kom. Tom, we gaan jou weer lekker op een vertrouwde, goede, door een mens geleide trein terugrijden naar Amsterdam. Goed Mark, dankjewel dat je het in ieder geval even research hebt willen doen op locatie zonder er eerst een artikel over te schrijven. Dus dat waardeer ik toch wel heel erg. Jouw volgende auto, zal die ook elektrisch zijn of vind je dat ook helemaal niks? Dan ga ik eerst mijn vieze diesel nog helemaal oprijden, maar dan wordt de volgende wel elektrisch. Tenminste. Oh ja. En met of zonder autopilot? Ik denk assistant braking en gas geven in ieder geval. Dus maar het stuur hou jij nog wel in handen? Je zou geen systeem accepteren dat je binnen de leentjes houdt? Misschien op de snelweg alleen, maar niet, je kent mijn verhaaltje.